sniper system. UAV on standby. It's all I wanna do. Yo, Chesto en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesto. En vandaag spelen we een potje Team Deathmatch op de map Raid. En ik ga vandaag spelen met de... denk met de MSMC. We gaan gewoon kijken of we chill potje kunnen neergaan. Zet ik speel met de schrik UAV, Stealth Chopper en de Orbital Vist natuurlijk. Even snel mijn ding snel openzetten. Zo. Ik moet even kijken of mijn Elgato systeem... laat me zeggen, smooth lief. Want normaal loopt hij wel eens vast. Dus ik had het idee dat hij weer vast liep, maar dat doet hij niet. Dus, we gaan gewoon checken of wij een relax potje neer kunnen zetten. Ik ga altijd via de linkerkant en de verstander, dus waarschijnlijk hier al de sniper. Niet de sniper, eentje zat te snipen. En ik weet niet wat die andere aan het doen was, wow, ik liep mis de deur in. Dat moet ik ook niet hebben. Oké, okay, spannen waarschijnlijk aan de andere kant met mijn team en spannen hier, ja. Oké, okay, ik ga even zijn sniper, pak snel. Oh nee joh! Hij heeft die fucking perk waardoor je niet ziet dat hij waardoor je niet op die, hoe heet dat heet? Waardoor je niet op de dual band zag. Fuck slim natuurlijk. Als je met een dual band speelt. Maar nu heb ik je maat. In mijn rug! Span hier achter me, sowieso. Altijd wat veilig als ik een UAV'tje in de lucht heb hangen. In mijn rug. Oké, okay, hij is dood. Even op de grond liggen, dan komen ze vanzelf wel hierheen. Denk ik. Nee, dan komen ze niet. Oh, kut assist. En dan ga ik nu dood, hè. Als ik nu dood ga. Oh, gelukkig. Thanks teammate, by the way. Even snel deze car pakken hoor. Oké, daar zit een stok op, dus dat vind ik prima. Ik heb bijna mijn Stealth Chopper. Bijna. Ik moet deze car even gebruiken hoor. Ga toch. No! Teammate! Holy shit, jongen. Ik sta 10 om 1. Kijk, ik ga het riskeren. Ik ga hier lopen. Als ik nu dood ga, ben ik gewoon, is mijn eigen schuld. Stealth Chopper is binnen nog één keer voor mijn 4-zet. Ze lopen daar allemaal. Middelmap. Oké, ik kan mijn 4 zetten. Oké, nu kijken of we nog een iets chillere score neer kunnen gaan zetten. Holy shit, ik kwam wat schieten in de doek om die gap. Nee, ik word geprefired. Holy shit, hoe erg geprefired kan je worden. Holy shit. Oké, okay, maar we hebben in ieder geval ons 4 gehaald. Dan gaat het natuurlijk om. En onze Stealth Chopper, dus die kan ook even wat kills blijven maken natuurlijk. En wij met ons wapen natuurlijk ook. Dus dat is natuurlijk gewoon prima. Weer een pre-fire. Oh mijn god, hij kent me. Ja, sessie joiner. Heb ik hem gemute? Nee, ik heb hem niet gemute. Dus als hij wat zegt, horen we hem dadelijk. Oh! Hier ga ik echt dood voor niks. Nu ga ik echt gewoon... even deze AR pakken. AM. Ik zou gewoon een AR omdat het een assault rifle is. Ho, 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 zag je? Mission almost complete. Don't quit now. Hitmark. Nee, ik word gesniped. Oh my god, voor mij kennen ze het maar allemaal. Ze hebben 3 oh my god clan tags. Dus holy shit, ik word gewoon herkend. Leuk.
Oh, ik word al nog rood dood. Hoeveel sta ik? 22 om 6. Ik vind het gewoon prima scoren gewoon hoor. Maar dit is wel echt grappig. Grappig. Fuck sake, ik wil niet meer doodgaan. Kom op, nog 9, nee, nog 11 kills en dan hebben we gewonnen. Jammer joh. Ja, hij zit daar. Hit marks. Jammer joh. Kill confirmed. Oké, nog 5 kills. Oh! Turn on! maar hij was sniper, dus ja, ik vind het niet zo echt een turn on. Want op snipers zijn ze best wel makkelijk te halen. Teammate met zijn klote rijtje, die blokt me eventjes nog. Kom op boy, nog 2 kills. En we hebben gewonnen, let's go. Ik weet niet of ze wat hebben te zeggen. Ah, niet dat ik hoor, maar jongens, super bedankt voor het kijken naar deze video natuurlijk. Shout-out naar Jacobson en Wiggy. Fist1999. Er zat nog één iemand in, maar die is geracequit, denk ik. Maar, jongens, heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Laat je blauw duimpje omhoog achter. En natuurlijk, abonneer voor meer. En tot morgen bij een nieuwe video om 10 uur. Dus jongens, bedankt voor het kijken. En ja, later.